Wat ik vooral uh, zie bijvoorbeeld bij mij op school, is dat er zich vandaag de dag veel meer mensen uh, zich engageren voor het klimaat dan mensen die daar ja, racistische memes uh, op Facebook posten. En ook gelukkig, hè, want uh, er zijn heel veel andere jongeren die daar een compleet andere mening uh, Haven. En ook toen ik, allez, als ik kijk naar mezelf, hè, twee maanden geleden, toen ik dat filmpje van Anoena en Kira <coughs> zag verschijnen, dan dacht ik ook direct: van, Oké, okay, ja, ik kan hier niet thuis blijven zitten en doen alsof er niks aan de hand is. En ik denk dat dat iets super positief is dat overal uh, in ons land, maar ook verder daarbuiten, uh, jongeren zich momenteel uh, aan het engageren zijn uh, voor dat klimaat. Mogen we. Op een zin ook extreem noemen, want u bent ook betrokken bij Red Fox. Hè? Dat is een jeugdbeweging van de partij van de Arbeid. Ja. Uh, <laughs> mogen we u ook extreem noemen? Ja. Zoals ik net al zei, sta ik het is mee voor het klimaat. Maar niet alleen dat. Ik kom elke dag op uh, voor de gelijkheid van man en vrouw. En, en voor de diversiteit uh, in ons land. Ja, maar het voelt wel ja, een beetje het beeld dat de klimaatspijbelaars gestuurd worden door links en extreem links. Hè? Ja, maar ik denk dat het vooral een heel positief verhaal is dat uh, jongeren zich vandaag dag gewoon politiek engageren. En dat zij nadenken uh, voor, uh, allee, waar ja. dat zij zich bij. Vindt. En moet jij ook zo verantwoorden in de klas bij de leerkrachten zoals Cedric moet? Ja, ja, zeker. Ik ben, allee, uh, ik ben twee maanden mee aan het steken. Ik heb momenteel elf b codes verzameld. Is zijn ik... b codes um, Ja, um, ben je bent al even bij ja, dat onder. Dus dat per, klinkt, uh, niet nee, klinkt niet goed. Nee, dat klinkt Per halve dag dat je, dat je afwezig bent, krijg je een B-code en uh, ja, daarmee. Uh, kunnen ze sancties opleggen. Eigenlijk de verzamelt hij strafpunten en straffen aan de klopt, lopende klopt. meter. Ik ja. denk ik ook van dat we via de sociale media er toch in slagen om heel veel jongeren te bereiken. Net zoals ik de afgelopen week heb gedaan. Ik heb elke week een video gemaakt over het klimaat om jongeren daarmee te informeren. En daar bereikt je makkelijk tienduizenden mensen mee. 10.000 uh, jongeren mee. Uh, en dat is dan weer iets super positiefs. Ja. Ik, ik denk dat sowieso de eerste zaak van de leerkracht is om, om die leerlingen te voorzien met, met voldoende uh, informatie. En verder dan ook uh, ervoor te zorgen dat die leerlingen um, voldoende uh, onderbouwde argumenten kunnen geven en dat die gewoon kritisch uh, in het leven staan. Maar als ik toch uh, even terug mag uh, naar mijn eigen situatie uh, mag kijken. Vorige week bijvoorbeeld hebben we naar het klimaat gekeken in de klas van Nick Balthazar. Dus dat is een film hè, waar de, uh, Nick Balthazar uitlegt wat, wat, is dat wat, is dat, wat is die klimaatproblematiek, wat zijn de gevolgen daarvan en hoe moeten we dat eigenlijk oplossen. En als ik kijk naar de reacties in mijn klas, merk ik dat uh, voordat we naar die film keken, waren er nog heel veel uh, leerlingen die dat zeiden van ja, ik snap uh, het nut niet helemaal van, van elke week op straat daarvoor te komen. Maar na het kijken van die film en nadat ze zoveel uh, informatie daarover uh, hadden gekregen, was er natuurlijk een deel dat nog altijd zoiets had van het blijft een beetje een, een ver van mijn bedshow. Wat volkomen normaal is. Mm. Maar dat er wel een deel van die leerlingen ook ineens zoiets had van. Ah, maar bon, ik moet wel meegaan en ik moet mee uh, in actie komen. En ik denk dat dat een ja. heel belangrijk mm. is. Maar ja, ik... nee, dat zijn zeker ook discussies die bijvoorbeeld op <coughs> school. Mogelijk zou ik kunnen voordoen. Uh, maar zoals ik daar straks al zei, heb ik ondertussen 11 B-cores verzameld. Dat dat ik is... gaat terug over ja, de klas. Nee, maar ik denk wel dat dat iets belangrijk is, omdat dat iets is. Allee, ik, kom, ik kom op straat omdat dat iets is wat, wat mij aangaat. Goh, ik ben nu 17 jaar, dus op zich. Uh, wil ik mij nog niet te hard vastpinnen op van dit ga ik later doen. Maar ik zie vooral dat ik nu de afgelopen maanden heel actief ben geweest uh, rond dat klimaatdebat. Maar dat ik en daar... dat geeft goesting om meer te doen? Dat geeft vooral uh, goesting om te zien dat er iets gaat gebeuren en om mee uh, te helpen uh, dat er daadwerkelijk iets gebeurt.